In december 2016 wordt een kapper in Vlaardingen aan de Schiedamseweg doodgestoken. Vrijwel direct wordt de dan 18-jarige Onur S. als verdachte aangehouden. En hij bekent ook. Wat opvallend in deze zaak is, er lijkt geen sprake van een motief. Onur S. zou hebben gestoken in een psychose. De deskundigen hebben gereconstrueerd wat de mogelijke aanleiding zou kunnen zijn geweest. En dat is dat na gebruik van een ecstasy-tablet iemand in een psychose is geraakt. Of hij in psychose is geraakt. En daardoor ineens vanuit het niets een mes gepakt heeft en iemand neergestoken heeft. Want er was geen sprake van ruzie of wat dan ook? Niets, helemaal niets. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat er iets aan voorafgaand is geweest, dat er ruzie is geweest. Integendeel, er zijn getuigen die erbij waren, die zeiden dat het was een hele prima sfeer. En ineens vanuit het niets vindt die steekpartij plaats. Als het aan justitie ligt, blijft Onur S. ook in het psychiatrisch ziekenhuis in Amsterdam waar hij nu verblijft. En gaat hij dus niet de cel in. Mogelijk kan hij al op korte termijn terug naar zijn vaderland, Turkije, om daar verder behandeld te worden. De rechter in Rotterdam doet over 2 weken uitspraak.